Het is vandaag warm. Dit is niet oké. Stay hydrated. Drink water. En daarom ga ik vandaag de mensen helpen om af te koelen op het strand. Dat is een geweldig idee. Ik ben zeker dat heel veel mensen blij gaan zijn dat je kunt afkoelen op deze veel te warme zomer. It is pretty clean. Ik wil even duidelijk maken dat mijn channel nog steeds gefokt is en dat ik dus geen geld ga verdienen met deze video. Maar hey, kijk, ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben, want ik heb super veel zin in deze video. Vorig jaar hebben we dit fucking goed gedaan. Triple kill. De mensen waren super blij met de verkoeling die ik heb gebracht. 37. Dus ik heb de nieuwe GoPro. Ik weet niet of deze nice is, maar deze ziet er wel goed uit. En het geluid is beter. En je hebt zo'n schermpje op de achterkant. Of het waterpistool. Ik denk dat ze elk jaar grotere dingen maken. Want dit jaar is het echt gewoon. Het is een fucking gun. Dit jaar is het gewoon een burst assault rifle. Hij heeft een fucking barrel stabilizer. Een mooie voorgrip. We hebben extended max daar fucking veel water in kan. Na de video van vorig jaar hebben we nog steeds geen sponsoring kunnen fixen met Nerf. Fuck Nerf. We hebben ook die custom paint job erop. Hey, that's great. We hebben gewoon een soort van Agok scope. Erop staan. Hey, we got a gun. Dat zal zo nice zijn als ik zo doe dat die GoPro ook de hele tijd naar voren gaat. In de video van vorig jaar miste er eigenlijk maar één ding: verkoeling in de vorm van een bom. Daar heb ik dit jaar wel aan gedacht. We hebben allemaal dikke handgranaten. Hey, granata, get the cover! Mijn eerste idee was eigenlijk zo'n soort van Rambo-strap maken hier. Dat ik dan allemaal waterballonnen zo naast elkaar kan dragen, maar... Dat gaat nooit blijven hangen. Ik heb geen idee hoe de fuck dat ik deze moet vastplakken aan mij. Dat ik ze dan ervan zou kunnen nemen en daarmee kan gooien. We love balloons. Ik hoor daar veel mensen aan het oververhitten zijn op het strand. De zon staat hoogst om 4 uur. Om 4 uur is het allerwarmste. Zo, leske! Ik hoop dat daar mensen beginnen te flippen. Want deze straat is zoveel. Is zoveel harder dan die van vorig jaar. Die POV. The fuck? Het regent in de cabine, man. De warme dag. I'm ready, man. It's fucking game. Doe een like op deze video. Free mijn kanaal. Ik verdien hier geen fucking euro, man. Hey, shit. Kom even killen, man. We out here. Beach Blankenberg. Wat, yo. Het is 34 graden. Hier al een beetje mensen chillen. Van God, guys, stay low. Yes or no? Yes, yes. Oh my god, dat is mijn box shit. Dat is mijn box. Granada! Ik zit in een probleem. Bonjour! Wat? De bom heeft duidelijk, hè? Boys, it's fucking gay. Jullie zouden al ons waren, man. Ik ben op de hele, let's get! Granada! Hey, de tank is bijna... Killionaire. Die tank is bijna leeg. We out here. Dat was een clean first run. Hey, thanks. Bom, ga naar hier dan. Waar loopt, waar ga je? I'm just trying to save lives now, you know. Just trying to save some people. Ik weet niet wat de motion is. Strandbaar ziet er safe uit. I'm about to go in. Skit. Cool down! Yo, fuck up. Yeah,
me out here! What? Yeah, we out of ammo. Out of ammo. Ik zou een waterballon van boven door airstrike op. Ja, we hebben geen kogels meer. Dit is de secret airstrike. I have the hostages. Oh. Oh. Hey, wat een verspilling van bier, man. Voor de blikjes naar ons gooien. Tief toch al op. Hij smet nog een volle bier hier terug, maar hij was niet aan het, man. Wee. Een beetje meer shit gekraden dan ik dacht daarvan. Laat er mensen te slapen, dus gingen ze niet meer wakker geworden zijn als ze oververhit waren. I saved your life. En dan bedanken ze ons door fucking bier naar ons hoofd te gooien. Oh, waste of bier, man. Zoals ik word lid van de Brico Discount Club. Kijk, wat we gedaan hebben is wel kut, maar ik mag ook al teruggepakt worden. Dat was echt kut, man. Oké, take 2. Dus ja, kijk. Dat was echt gewoon een klap in mijn zee. Dit is wat Hollanders die boos waren. Jij bent wel een dokter in mijn zee. Bedankt om te kijken naar deze transmag video. Misschien dan deze zomer komt er nog meer. Als er nog wel warme dagen komen, komt er misschien een paar 2, man. Like deze video, 15.000 likes en voelen wij op, man. Mouw, bitches. Zoals mij, free eggs. Yes. Zo nice. Nice tree, yes. Veel plezier met deze box. Yes. Ik weet niet of het racist is, maar... Handen. Airpods. Yes. This is a very nice meme, yes. Oeh. Very nice. Cards. This is fake shit. Deze ziet er wel clean uit. Maar de vraag is... Is hij legit? Ik weet het niet. Nieuwe kaarten. Like... Ze lijken al zo fucking... Hey, thanks for the cards, man. Hey. Ik kan op het einde van elke video eigenlijk wel tonen aan jullie wat ik nu al van nieuws heb over mijn channel. Of wat ik al gehoord heb van, of wat ze gestuurd hebben naar mij. De enige manier hoe ik op dit moment in contact kan komen met hen is op Twitter. Tweeten naar @teamyoutube. Ik tweet dit en wat ik ervoor getweet had en wat zij ervoor hadden gestuurd naar mij. Omdat ik het gevoel heb dat ik elke keer met iemand helemaal anders aan het tweeten ben. Het is fucking Twitter. 400.000 abonnees en ik voel me altijd gewoon alsof ik één sub heb ofzo. Op 22 juli hadden ze dan gereageerd op mij en gezegd: "The team is still looking into this. Stay tuned and we'll get back to you the moment there is anything to share." Dat zijn zo'n fucking zieke reacties. YouTube is zo'n big business en ze kunnen mij niet eens zeggen wat verkeerd is met mijn kanaal. Ze zeggen stay tuned, so I stay fucking tuned. Ik heb niks meer gehoord van je. Dus ik heb gewoon nog eens dezelfde fucking tweet gestuurd naar hun. Gewoon again. Dan krijg ik 20 uur geleden de reactie: "Someone from the team will be reaching out to you soon to discuss further. Appreciate your patience." Het is al een fucking maand. Ik ben al bijna een maand 20. Ik kan me heel veel plezier iets tonen aan jullie. Weet jullie hoeveel ik heb verdiend op YouTube de laatste maand? $36. Ja, maar eens, het is omdat je helemaal geen video's hebt geüpload. Shit the f. Ik heb gewoon goede views. Ah! Hey team YouTube, jullie zeggen stay tuned. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Fucking veel werk gehad aan deze video. Al dit fucking werk. Ik doe het niet voor het geld. Ik vind het leuk om deze video's te maken, want dit doet gewoon pijn. YouTube playing with my balls, you know. Ik die zwaar in de red geneukt hoor. Ik wil niet triest doen, ik wil niet sad doen. Dit is gewoon kut, man. Ik heb niks om te klagen, want dit is gewoon ass. Fucking YouTube, get your shit together and help me, man. You guys lame as fuck.